vaste adviseurs op Paleis Noordeinde om advies te geven aan de koningin. Wisseling van de wacht bij lijst Pim Fortuyn, VVD en Partij van de Arbeid. Belgen bang dat politieke aardverschuiving ook bij hen kan gebeuren. Goedenavond, dit is een gezamenlijke uitzending van Nova en Den Haag Vandaag. Het werd gisteravond onomwonden duidelijk. De Nederlandse kiezer wil een andere koers. De kiezer wil rechtsaf. Zullen de gevolgen de komende tijd gaan merken. Vandaag was het resultaat van de stemming van gisteren al zichtbaar in de fractiekamers. Er werden 3 nieuwe fractievoorzitters gekozen. Mat Herben bij de lijst Pim Fortuyn, Jeltje van Nieuwenhoven bij de Partij van de Arbeid en bij de VVD werd Hans Dijkstal opgevolgd door Gerrit Salm. Nieuwe mensen gaan dus op weg naar een nieuw kabinet. En de eerste voorbereidingen voor zo'n nieuw kabinet werden vanavond al getroffen op Paleis Noordeinde. Want daar ontving koningin Beatrix haar vaste adviseurs. En daar staat ook NOS-collega Ferry Mingelen. Ferry, is inmiddels al een beetje bekend welke kant het op zal gaan? Nou, Margriet, het kan natuurlijk uiteindelijk maar één kant op gaan. En dat is toch een centrumrechtskabinet, kabinet CDA-VVD-LPF. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, al was het alleen maar omdat eigenlijk nog niet bekend is hoe de LPF de ideeën van Wijlen-Pim Fortuyn in de concrete politiek gaat vertalen. Nou, dat moet rustig worden onderzocht door een informateur van CDA-huizen, want CDA is tenslotte de grootste geworden. Die informateur zal door de koningin morgen of overmorgen bekend worden gemaakt. Vanavond begon ze, zoals je zei, met de bekende eerste ronde, voorzitters Eerste Kamer, Tweede Kamer en de vicevoorzitter van de Raad van State. Ik kijk even achter me, want ik geloof dat hij net naar buiten is gekomen. Nou, daar is nog niks te zien. Dus dat horen wij straks wel als hij nog iets bijzonders te melden heeft. Maar hij is altijd een gesloten man. Maar goed, dat eerste rondje was in elk geval duidelijk. De koningin maakte vanavond overuren op haar werkpaleis hier achter mij. Ik heb op haar vragen geantwoord, zoals dat verwacht werd. Weet u al hoe het CDA de overwinning kan verzilveren? Nee, dat weet ik niet. Dat moet je ook niet onmiddellijk doen. Daar gaat een formatie aan vooraf die heel zorgvuldig moet gebeuren. En in dat kader wordt er op dit moment advies uitgebracht. Bent u hier triomfantelijk vanwege de uitslag of vooral zorgelijk over de situatie in Nederland? Ik ben vooral zorgelijk over de situatie in Nederland. Ik heb al een paar keer gezegd dat ik blijf rondlopen met het gevoel alsof er een knoop in mijn maag ligt. Waar komen die knopen vandaan dan? Ja, vanwege de achtergronden en de ontwikkelingen die zich in de laatste 14 dagen in Nederland hebben voorgedaan. Waar doelt u precies op? Ook op de LPF, de grote winst voor de LPF? Nee, ik doel natuurlijk met name ook op het geweld wat er in Nederland in de verkiezingen heeft plaatsgehad. Dat is iets onverdraagbaars. Vindt u dat er snel een kabinetsformatie tot stand moet komen? Ja, dat wil ik wel zeggen. Ik denk dat ook het gevoel is wat er bij iedereen is. Dat het heel erg belangrijk is dat er snel gewerkt wordt. En nou ja, u ziet het, de koningin is bereid om al vandaag, de dag na de verkiezingen, consultaties te beginnen. En ze gaat er morgen mee door. Dus ja, er wordt in ieder geval in de beginfase snel gewerkt. Ook dankzij de bereidheid van de koningin. Om het Als het snel moet, is het dan niet verstandig om meteen aan te dringen op een centrumrechtse coalitie die toch voor de hand ligt? Ja, dat is de categorie vragen waar ik van zeg, mij past de bescheidenheid als tijdelijk voorzitter van de Tweede Kamer. Heeft u het idee dat u als VVD een beetje tegen wil en dank in dit kabinet moet gaan zitten en deze formatie actief mee moet gaan doen? Ja, deze vraag kan en mag ik niet begrijpen, want ik zit hier namens de Tweede Kamer als tijdelijk voorzitter van de Tweede Kamer. De vraag over de VVD moet u morgen aan de heer Salm stellen. Maar het is een lastige situatie voor u. Partij, u vindt dat het snel moet gebeuren. Hoe komt u hieruit? Ja, ik heb even geen partij als ik in deze auto van de Tweede Kamer hier zit als tijdelijk voorzitter van de Kamer. Ik ga terug. Tot ziens. Dank u. De partij van de heer Wijsglas, die dus mevrouw van Nieuwenhoven tijdelijk vervangt, dat is natuurlijk de VVD. En de vraag is, heeft de VVD wel zo'n haast? Want ja, de VVD heeft verloren. Nou, die staat echt niet te trappelen om in dit kabinet te gaan zitten. En als ze al wel staat te trappelen, laat ze het niet merken, want ja, dat verhoogt alleen de prijs. Snelheid wil met name Balkenende, heeft altijd gezegd, een regeerakkoord op een A4'tje. Hij wil dat er nu door die informateur een soort akkoord op hoofdlijnen wordt geschreven. Hele algemene hoofdlijnen. Dat wordt in de Kamer dan voorgelegd. Zal door die 3 fracties dan gesteund moeten worden. En dan gaan de kandidaten
klimaatministers de echte plannen uitwerken. En dat is helemaal nieuw. Maar goed, voordat hij daar aan toe komt, vandaag toch eerst feest bij het CDA. De triomfantelijke entree van de winnaar in zijn nieuwe fractie staat in schril contrast met de binnenkomst van de verliezer onder zijn partijgenoten. Ik zoek mijn plek. Ja, waar zit hij? Meneer Dijkstal, mag u nu al niet meer aan het hoofd van de tafel zitten? Nee, hier speelt de traditie een zeer belangrijke rol. Ik heb hier een lijstje. Daar staat boven anciëniteitsdagen. Dus wij zitten nu op anciëniteit. Dus degene die het langst lid van de Kamer is geweest, zit daar. En dan zo om en om schuiven. Dat is mevrouw Terpstra dan? Dat is mevrouw Terpstra. En ik sta pas op de zesde plaats. Dus die zijn al langer. Ja. Ik zit op de enige juiste plek nu. Dank u voor de uitleg. Ja, okay. Dijkstal is dan al bijna ex-partijleider. Minister Zalm neemt de leiding over. Ja, heel goed. Intussen bij het CDA. Daar is er natuurlijk blijdschap over de grote overwinning. Maar ook het gevoel dat er een nieuwe bestuurstijl nodig is. Geen achterkamertjes meer, weg met de regentenmentaliteit. Vroeger was het we run this country, hè? En nu? Ja, ik denk dat we nu ook gepast met onze nieuwe verantwoordelijkheid om moeten gaan. En dat we ook goed moeten luisteren naar wat anderen daarover zeggen. En, zeker bescheidenheid dus. Bescheidenheid is luisteren voordat we spreken. We hebben wat dat betreft een heleboel geleerd. We hebben ook veel geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe mensen. Dat blijkt ook uit de Kamerlijst. We hebben veel geïnvesteerd in nieuwe programma. Dat blijkt ook uit de uitslag hoe dat wordt gewaardeerd. Nee, dat verhaal, dat is een heel ander elan nu. Ja. Blij maar bescheiden. Blij maar bescheiden en een uitdaging gaan we aanpakken. Ja. Ik moet u ook zeggen dat de oppositie heeft voor ons louterend gewerkt. En ik begrijp, want we hebben de afgelopen jaren zelf zijn we geconfronteerd geweest met de regenteske houding van de Partij van de Arbeid. Ik begrijp dus heel goed wat voor irritatie dat zou oproepen. En het CDA gaat die kant echt niet op. En Balkenende wil die nieuwe open cultuur meteen in de formatie laten zien. Er moet meer dualisme komen in de verhouding tussen regering en parlement. Een meer volwassen debat. En ik heb al in februari bij ons congres aangegeven dat als het aan het CDA ligt, het zou moeten gaan om een strategische afspraak op hoofdlijnen. Ik heb toen nog gesproken van een avietje als regeerakkoord. En daarna de vorming van een kabinetscoalitie die dan een beleidsprogramma gaat ontwikkelen. Nou, daarmee heb je dan, denk ik, een goede waarborg om te voorkomen dat iets van regentenmentaliteit gaat ontstaan. Omdat er een grotere afstand gaat ontstaan tussen de regering en parlement. En als het aan het CDA ligt, gaan we op een andere manier om in de verhouding regering en parlement. Een grotere afstand en een andere open, transparante bestuurscultuur, daar zullen we ons voor inzetten. Bijna iedereen op het Binnenhof denkt dat Balkenende afkoerst op een centrumrechts kabinet. Maar dat is nog lang niet zeker. De lijst Fortuin wil wel, maar de nieuwe VVD-leider Zalm houdt de boot af. We hebben de knapste uitgekomen. Kijk, wij hebben natuurlijk toch flink verloren. We zijn van 38 zetels gezakt naar 23. En dan hoor je eigenlijk zo'n afstraffing gewoon als oppositiepartij te ondergaan. Ja, dus dan zegt u, we kiezen voor de oppositie? Ja, en ook omdat als je kijkt waar we dat verlies aan te danken hebben, dan heeft dat mede te maken met het feit dat we zo lang met de Partij van de Arbeid hebben geregeerd. Ja, wacht even. U zei, we kiezen voor de oppositie. Dus de VVD is niet beschikbaar voor een kabinet? Nou, kijk, in geval van nood moet je natuurlijk, het land moet wel geregeerd worden. Dus als het landsbelang op het spel staat, dan wordt natuurlijk alles vloeibaar. Maar onze eerste inzet is niet deelname aan de regering. Dus als het CDA Jan-Peter Balkenende u vraagt, zegt u, wij zijn niet aan zet, wij kiezen voor de Kamerbankjes. Nou, dan moeten we eens kijken wat hij dan in de aanbieding heeft. Maar dan zullen we wel onze haard heel duur verkopen. Omdat ik vind dat je niet zomaar als partij die flink verloren heeft, weer in de regering moet gaan zitten. Dan past bescheidenheid, dan ga je achterin het rijtje staan. En alleen als er echt een onwerkbare toestand ontstaat, ja, dan kan het andere mislukt zijn eigenlijk. Ja, ik vind dat we eerst maar eens andere oplossingen moeten bekijken. Maar ja, zijn die er wel, hè? Dan moet het over links en dan zijn er heel veel partijen nodig. Nou, het is nu aan het CDA om kleur te bekennen. Mensen hebben ons niet gesteund, CDA wel. Dus CDA moet nu kijken wat men wil. Terug bij Ferry Mingelen in Den Haag. Ferry, het lijkt wel of minister Zalm helemaal niet in een regering wil zitten. Alsof hij per se de oppositie in wil. Nou, ach Margriet, dat zijn natuurlijk ook onderhandelingsspelletjes. Kijk, hij heeft natuurlijk gelijk, ze hebben verloren. Ze staan niet te trappelen om te gaan regeren. Maar ja, veel mogelijkheden zijn er niet. Het is wel zo dat die CDA-informateur
waarvan ik verwacht dat die daar komt, die zal toch met een groot aantal partijen gaan praten hoe het inhoudelijk zit. Hij gaat kijken waar er overeenstemming mogelijk is. Dan moet ook blijken dat bijvoorbeeld die linkse partijen, met name de PvdA, niet mee wil doen. Dat moet eerst vastgesteld worden. Dan kan ook Balkenende zeggen, jongens, we kunnen niet anders, maar we moeten nu met de VVD en de LPF verder. En dan kan de VVD niet nee zeggen. Maar dan zegt Zalm, dat wordt dus de onderhandelaar, hij is fractievoorzitter. Dan zegt Zalm van nou, dan zullen we onze huid duur verkopen. Hij komt uit een koopmansfamilie en hij weet hoe dat werkt. Ja, morgen gaan de fractievoorzitters op bezoek. Die gaan ook de koningin informeren. Die informateur van CDA-huizen, zei jij al, enig idee wie dat moet worden? Nou, Margriet, er circuleren altijd namen. Bijvoorbeeld de oud-minister Deetman en SER-voorzitter Wijfels. Maar ik houd het erop dat het CDA en Balkenende gaat adviseren om meester Piet Hein Donner te benoemen. Dat is een scherpe jurist. Hij werkt bij de Raad van State. Was vroeger voorzitter van de Wetenschappelijk Raad Regeringsbeleid. De man die voorzitter was van die commissie die dat probleem van de WAO, de arbeidsongeschiktheid, heeft opgelost. Is echt de man die weet hoe de partijpolitieke verhoudingen ook liggen. Maar waarom denk jij aan hem, Ferry? Wat maakt het zo logisch dat Donner dat zou moeten worden? Nou, om te beginnen, hij is een CDA'er. Hij zit goed in het politieke circuit. Hij behoort toch niet tot, laat maar zeggen, de oude garde. Want Balkenende die wil niet dat die oude garde van Lubbers het gezicht van het CDA weer gaan bepalen. Hij is nieuw, hij wil nieuwe mensen. Je zal ook zien dat hij met nieuwe bewindslieden komt. Mensen die we nog niet vaak hebben gezien. En Donner is ook niet zo'n bekend gezicht hier op het Binnenhof. Dus ik denk dat hij het gaat worden. Komt wat bij. Ik liep vanmiddag ik liep de kamer uit om 5:00. Wie komt daar binnen? De heer Balkenende en naast hem de heer Donner. En ze zagen mij en ik zei van goh, zie ik toevallig de kandidaat premier en de kandidaat informateur. En de heer Donner die schoof achter een pilaar. En de heer Balkenende zei van nou, ik heb alleen met hem een beetje over de WAO gepraat. Nou, dat leek mij wat sterk op dit moment in deze fase van het gebeuren. Ja, dus ik hou het op Piet Hein Donner morgen. Ja, toeval bestaat natuurlijk gewoon niet. Hè? Even dan over de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Jeltje van Nieuwenhoven is dat nu niet meer. Nu zijn fractievoorzitter is geworden van de Partij van de Arbeid. We zagen de heer Wijsglas. Zou hij de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer kunnen worden? Hij zou het dolgraag willen, Margriet, maar het zit er toch volgens mij niet in. Kandidaat wat de VVD betreft is volgens mij Annemarie Jortsma. Wel even weten, kijk, in principe de grootste fractie CDA heeft recht op de plek in de Tweede Kamer. Maar goed, de CDA zit al met Gerrit Braks in de Eerste Kamer. Ik denk dat die het nog een tijdje mag blijven doen. Zou de VVD het in de Tweede Kamer kunnen doen omdat de LPF nog te weinig ervaring heeft voor die plek? Dan wordt het waarschijnlijk Annemarie Jortsma, maar dan moet er wel dat vuiltje zijn weggewerkt met die bouwsubsidie van het bedrijf van haar man. En wellicht niet toevallig vandaag is bekendgemaakt dat zij zelf de rekenkamer heeft gevraagd om te onderzoeken of dat allemaal met die subsidie goed is gelopen. Zij gaat er natuurlijk vanuit dat dat snel gebeurt en dat haar naam dan weer gezuiverd is. En dan zou ze voorzitter kunnen worden. Maar goed, dat is pas volgende week als de Kamer bijeenkomt. Oké, dankjewel voor nu. Ferry Bingelen. Bij ons in de studio inmiddels Hanja Maai-Wegge, CDA-prominent, ex-minister van Verkeer en Waterstaat, nu Europarlementariër en bovendien adviseur van het dagelijks bestuur van het CDA en ook van het partijbestuur. Hartelijk welkom bij ons. We zagen zojuist minister Zalm en die zegt het CDA is aan zet. En een rechtskabinet met de VVD daarbij is nog helemaal niet zo automatisch als het wel lijkt. Wat is uw reactie daarop? Nou, het is heel logisch dat de heer Zalm dat zegt. In de eerste plaats heeft zijn partij enorm verloren. Dus je zou eerder denken aan de oppositie. In de tweede plaats, hij moet nog onderhandelingen ingaan. Want er wordt nu al over mensen en poppetjes gesproken. Maar er zullen echt nog inhoudelijke onderhandelingen plaatsvinden. En hoe gretiger je bent, hoe zwakker je in onderhandelingen staat. Dus het is ook wel een stukje strategie. Dus wat de heer Zalm hier zegt, is politiek gesproken heel begrijpelijk. Tactiek. Dus ook tactiek. Ja. Ja. Even over de naam van de informateur, zoals we die zojuist van Ferry Mingelen ook hoorden. Donner, weet u daar iets van? Nee, maar ik verwacht inderdaad een informateur van CDA Huizen van het kaliber. Even het type van de heer Donner. Maar is er al zou over gesproken? Zou ook iemand anders kunnen zijn, maar mensen uit de kring van de Raad van State. Maar het zou de heer Donner heel goed kunnen zijn. Het zou ook iemand kunnen zijn die nogmaals van hetzelfde kaliber en hetzelfde
hetzelfde niveau is. Ja. Laten we dan even kijken naar de partij waarmee het CDA waarschijnlijk wel zal moeten gaan samenwerken. De lijst Pim Fortuyn. Die samenwerking ligt toch wel voor de hand? Nou, wat er eerst gaat gebeuren, dat is de taak van de informateur. Dat is wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn. Er is ook nog altijd een linkse mogelijkheid met drie linkse partijen. Dus dan heb je geloof ik ook nog meer dan 75 zetels. En dan bedoel je de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks. Ja, maar er zitten dus twee partijen bij die erg hebben verloren. Dus dat is ook een beetje problematisch. Bovendien zijn het vier partijen. En als je vier partijen hebt, dan heb je ook vier keer een mogelijkheid om een crash te krijgen in het kabinet. Ja, dus rechtsom stabiliteit is niet al te goed. De aan de andere kant zijn er ook problemen. Dus ik denk dat het verstandigste is om eerst maar eens te kijken wat je inhoudelijk met elkaar kunt. En dat moet maar eens goed op een rijtje worden gezet. Want als je een kabinet met de lijst Fortuyn gaat maken, dan denk ik toch dat je heel goed moet kunnen verklaren waarom je dat doet. Waarom je dat doet. En dat kan niet alleen zijn omdat ook die partij heeft gewonnen. Dat kan ook een goede reden zijn. Het moet ook zijn omdat andere mogelijkheden uitgesloten worden. Zo is het in Rotterdam ook gegaan en zo zal het nu ook gaan. Maar ik hou er rekening mee. Dat moet op inhoudelijke gronden. Ja, absoluut. En waar zal het CDA wat dat betreft een breekpunt van maken? Als het gaat om de lijst Pim Fortuyn. Waar zal het CDA zelf aan vast willen houden? Nou, het zou voor mij niet erg handig en verstandig zijn om dat nu al te zeggen. Want dan leg je onderhandelingspunten al scherp op tafel. Nee, maar dat heeft Jan-Peter Balkenende vandaag ook al gezegd. Er zijn bepaalde dingen waarvan hij zegt, daar moeten we absoluut aan kunnen gaan voldoen. Wel, in elk geval is het zo dat er een kabinet moet komen. Centrum links of centrum rechts. Wat in belangrijke mate het pakket normen en waarden van het CDA uitstraalt. Als het CDA daar de grootste partij is, dan moet het CDA ook een dergelijk kabinet naar eer en geweten kunnen dragen. Dus daar zal het ook vooral op beoordeeld worden. En ik denk dat het Jan-Peter Balkenende goed is toevertrouwd. Om dan die items en die zaken te kiezen die hij anders wil. Ja, maar er zal een andere aanpak moeten komen van de gezondheidszorg. Ik denk dat dat absoluut moet, maar dat willen heel veel partijen. Er zal meer ondersteuning moeten komen voor het onderwijs. De veiligheidsproblematiek zal anders moeten worden aangepakt. Maar als ik toch eventjes mag naar dat pakket van normen en waarden. Is dat een verklaring bijvoorbeeld die u vooraf zou willen hebben vastgelegd? Nou, ik kan me goed voorstellen, en dat zou bijvoorbeeld ook kunnen als je met een lijst als de lijst Fortuyn samenwerkt, dat je vooral daarop heel sterk inzet. En je zou een preambule vooraf kunnen laten gaan aan een regeerprogramma waarin je heel goed vastlegt wat de normen en waarden zijn waaraan je wil vasthouden. Bijvoorbeeld artikel 1 van de grondwet. Ik noem maar meteen een punt waar wat door die partijen ter discussie is gesteld. Ik kan me niet voorstellen dat het CDA dat ter discussie zou willen stellen. Nee, en dat zou zo'n punt kunnen zijn. Dan zou dus eigenlijk de lijst Pim Fortuyn bij voorbaat moeten verklaren. Dit soort fundamentele rechten, daar komen wij niet aan. Wel, de heer Balkenende noemt dat een A4'tje of een envelop waar hij het opschrijft. Maar er zullen wel een aantal hele essentiële dingen opkomen. En dan toch ook wel heel sterk het waarde-normenpakket van het CDA. Waaronder trouw aan de grondwet en vooral ook aan artikel 1 van de grondwet, waar we toch allemaal erg aan gehecht zijn. Ja, ik praat zo met u verder, mevrouw Meij. Graag. Vernieuwen, dat lijkt ineens het toverwoord bij de Partij van de Arbeid. Jeltje van Nieuwenhoven, tot vanavond voorzitter van de Tweede Kamer, volgde vandaag Ad Melkert op als fractievoorzitter. En dat wordt ze niet alleen omdat ze als tweede op de lijst staat. Nee, ze wordt het ook, zegt voorzitter Ruud Kolen, omdat ze ruimte kan geven aan het vernieuwingsproces. En precies om die reden nam PvdA-corrivee Jan Pronk afscheid van de politiek. Omdat, zo zei hij vanmiddag, hij de ruimte inneemt van de nieuwe generatie. Kijkt u naar een verslag van Jan Rijf en Chris Ostendorf. Gisteravond. Oortjes van veiligheidsmensen overal waar je kijkt. Het oude sociaal-democratische symbool nog in een enkel boeket te vinden. Een verslaggever van de Volkskrant die al voor 9 uur 's avonds zegt, ik ruik de geur van het slachthuis. We beginnen met PvdA. PvdA 98, 45 zetels sinds 2002, 24 zetels, 21 zetels verlies. Een absoluut dieptepunt voor de PvdA sinds de Tweede Wereldoorlog. VVD 38 zetels. Het is het gebaar van de verbijstering. Maar van een bijstering is het. Ik vind het echt een heel dieptepunt voor ons. En het doet me gigantisch veel pijn. Ja? Ja, echt. Vertel eens waarom.
Omdat we toch als Partij van de Arbeid en ook, zal ik maar zeggen, als Paars kabinet het nodig hebben neergezet. Ja, u staat 27. Ja, dat leek een hele mooie plek te zijn. En nou ja, dit is een gigantische klap die is uitgedeeld. Wat gaat u doen? Nou ja, in ieder geval niet door met waar ik mee bezig was. Ik zat vandaag nog de hele dag in de enquêtecommissie bouwfraude te vergaderen. Ja, ik moet morgen nog wel ook een heel deel van ons personeel ook gaan zeggen van we moeten toch in omvang terug. Is het erger dan u had verwacht? Heel veel verder dan zo kan ik nog niet kijken. Nee, maar is het erger dan u had verwacht? Ja, het is veel erger dan ik had verwacht. Het is niet anders, het is gewoon de uitslag. En je kunt niet winnen als je niet kunt verliezen. Dus we moeten nu laten zien dat we kunnen verliezen. We hebben een enorme opdonder gekregen. En ik denk dat het er nu naar uitziet dat wij de oppositie in moeten gaan. Er zijn onbegrijpelijke en zeer afkeurenswaardige dingen gebeurd die niet passen bij het Nederland wat mij dierbaar is. Die krassen op mijn ziel, ik praat er niet gemakkelijk over, gaan niet meer weg. Maar voor de krachten die daarachter zitten, mogen we niet buigen. Tegen wat Ad Melkert de afgelopen 10 dagen over zich heeft heengekregen, is geen mens bestand. Want de storm van onheuse aantijgingen die over zijn hoofd is neergedaald, aantijgingen die ook zo oneerlijk zijn en waar je niet tegen kunt verweren, heeft ons als Partij van de Arbeid en hem als onze politiek leider volledig in de verdediging gedrukt en in een ongelijke wedstrijd gebracht die je niet kunt winnen. Dit heeft hij niet verdiend. En wegrijden ze in de nacht. Met krassen op de ziel, ze voelen zich miskend. Vandaag, oud-Kamerlid Swindels ruimt haar kamer op. Kijk, hij is al bijna vol. Dus er kan nog maar heel weinig bij. Nou, dit is allemaal notariswet. Dat is allemaal goed geregeld tegenwoordig. Dus dit mag hop in het vat. De fractie moet beslissen wat voor soort opvolger er voor Melkert moet komen. Maar het kan dus zijn dat er een tussenpaus of pauzin wordt gekozen. En dat pas op een congres de dat echte nieuwe... Dat zou kunnen, ja. Ja. Ja, dat zou ik verstandig vinden, ja. Ben ik juist als u de laatste bent die binnen is gekomen? Nee, ik ben slecht geïnformeerd. Ik ben de eerste die niet binnen is gekomen. Oké, okay, je bent er net buiten. Sorry hoor, maar 24, ik wist niet helemaal zeker. Ja. Hoe zijn uw gedachten op dit moment? Eén, het is afschuwelijk hoe we verloren hebben en wat we verloren hebben. Twee, reden te meer om toch te zorgen dat de eerstvolgende verkiezingen weer meer mensen vertrouwen krijgen in de Partij van de Arbeid. Want we hebben plannen, we hebben ideeën en we hebben een weg te gaan. De spanning stijgt, want als mogelijke opvolgers worden de namen van Bos en Vermeend genoemd. Maar dat zou er geen tussenpauze zijn. Kijk hoe Melkert Bos passeert. Tijdens de vergadering stelt Pronk zijn zetel beschikbaar. Er worden bloemen voor Melkert gebracht. En de vrouwelijke tussenpaus wordt bekendgemaakt. Als u per se wilt horen dat ik partijleider ben, dan kan ik u dat niet zeggen. Want wij zijn in de Partij van de Arbeid gewend dat congressen partijleiders kiezen. En dat doet niet de fractie. Nou bent u er toch in. Want meneer Pronk heeft aangekondigd, stel mijn zetel ter beschikking. Ja, dat is echt een bijzondere beslissing van hem. Waar ik ontzaglijk veel waardering voor heb. Want Jan Pronk heeft een enorme carrière aan de politiek achter de rug. Heeft op tal van beleidsterreinen echt een profiel neergezet. En de keuze die hij maakt is bewonderenswaardig. En het heeft ook wel iets bijzonders. Ja.
En het bijzondere voor u persoonlijk is, u kunt weer verder in de Kamer. U schuift nou net dat ene plaatsje op. Ja, ja, zo is dat. En ik zie dat als een extra opdracht om er echt iets heel moois van te maken. Melkert heeft aan al zijn aangeslagen fractiemedewerkers toegesproken. Er moet veel pijn verdeeld worden. Laten we niet de vergissing maken om dat op de dag na het gebeuren allemaal te doen. Daar moeten we ook echt wat tijd voor nemen. En hoe is het met de mens, Melkert? Hij heeft het premierschap als het ware door zijn vingers voelen glippen. Nou, ik barst natuurlijk van de gemengde gevoelens. Die heb ik gisteravond ook tot uitdrukking proberen te brengen in Paradiso. Ik vond het echt fantastisch zoals er daarop gereageerd is. Dat deed me ook heel erg goed. En tegelijkertijd wil ik er weer een bijdrage om die Partij van de Arbeid weer terug te brengen. En dat is eigenlijk het beste wat je ook met en na jezelf kunt doen. Ook bij ons nu Felix Rottenberg. Felix, we zien beelden van een aangeslagen Melkert, aangeslagen partijtop. Het lijkt wel alsof ze die klap helemaal niet hebben zien aankomen. Dat kan toch niet? Ja, nee. Kijk eens, tot het eind volhouden. Daarbij, zo'n groep zit op een gegeven moment in een behoorlijk isolement. En zeker de afgelopen week. Maar betekent het dat ze het hebben onderschat? Of is er gewoon binnen zo'n partij niemand die zegt de keizer heeft geen kleren aan? Voor zover ik kan overzien, ik ben er natuurlijk met pensioen, maar er was lichte hoop. 29, 30, misschien 31. Kok is natuurlijk helemaal ingezet. 48 uur lang. Ontroerend bij Barend en Van Dorp. Echt ontroerend. Tenminste, mij ontroerde het. Maar geen kiezer die al weg was, ontleden daar een motief aan om toch maar Partij van de Arbeid te stemmen. Ja. Die hoop was er toch. Maar hebben ze dan zo weinig realiteitszin? Dat ze zo'n klap absoluut niet zien aankomen? Ja, maar dat geldt voor al die partijen. Maar je moet ook een beetje gebrek aan realiteitszin hebben om het vol te houden. En zeker in deze week realiseer je wel dat Melkert zulke verschrikkelijke bedreigingen heeft gekregen. Echt onder zo'n druk heeft gestaan. Ik bedoel, je hele gezin afgeschermd. Wat voor bedreigingen dan? Weet ik niet, maar dat werd gezegd. En als dat wordt gezegd en je ziet het aan hem, dan sta je onder een druk waaronder je niet helemaal meer alles kan relativeren en al toeleeft naar een nederlaag. Ja. Een paar dagen voor de verkiezingen zei hij nog, we moeten de boodschap nog beter uitleggen. We hebben het niet goed verteld aan de kiezer. Begrijpt hij dan wel wat het bezwaar van de kiezer is geweest? Ja, kijk, een politicus die in de knel zit, die gaat deze noodwegen bewandelen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Een verkiezingscampagne duurt veel langer. Die begint ook nog veel eerder dan men zich realiseert. Dus het zit niet in de boodschap, het zit in alles. In de mentale houding, in de opvattingen, in de prioriteiten, in de momenten waarop je tegen de stroom in dingen zegt, waardoor mensen thuis of waar dan ook zeggen, ja, daar voel ik mij mee thuis. Ja. En het zit ook in het feit, dat is mijn opvatting, een succesvolle leider uiteindelijk, hè, want het vraagt niet onder wat voor omstandigheden Kok met allerlei hindernissen er gekomen is, laat zich niet opvolgen. Nee. De Partij van de Arbeid had, ik heb het een paar keer heel bescheiden in een klein kolompje, een parool wat ik graag schrijf, opgeschreven. Je moet afzien van continuïteit. Je moet niet verwachten dat je na Kok weer de eerste kan worden. Nederlaag zat en allerlei opinieonderzoeken zeiden, oh, dat kan wel lukken. Maar dat staat gewoon vast. Een leider laat zich niet meer opvolgen. Dan moet je terug. Mevrouw Maai, uw partij heeft dit ook meegemaakt. Deze enorme klap. Ja, 8 jaar uit het bestuur geweest. Onder andere omstandigheden. Maar wij hebben die oppositie geaccepteerd. Ja. Kon ook niet anders. En hebben heel hard gewerkt aan herstel. Hoe gaat en zoiets? Langzaam hoe herstelt zeker is dat herstel ook wel gekomen. Wel, de partij is in de eerste plaats begonnen met als een standpunt. Want als je lang in coalitiekabinetten zit, dan krijg je ook een situatie. En dat is misschien ook wel een punt bij PvdA en bij VVD. Een situatie waarbij je zo vaak compromissen moet sluiten. Dat ook mensen het echte authentieke liberale beleid en het echte authentieke sociaal-democratische beleid niet meer herkennen. Dat was verwaterd. Dat was bij ons, in zekere zin was bij ons ook wel het geval. En we hadden dus heel veel behoefte om weer eens naar onze wortels te gaan. En dus precies uit te zoeken wat dat authentieke christendemocratische beleid was. Nou, dat is een lang proces geweest, maar wel een heel goed proces. En het maakt ook dat die partij nu weer echt klaar is om te regeren. Ja, 8 jaar heeft dat geduurd. Ik moet overigens zeggen, als ik toch nog even mag. We hebben in de Tweede Kamer 8 jaar in de oppositie gezeten. Maar vergeet niet dat het CDA in de gemeenteraden
wel degelijk weer goed is gaan scoren al eerder. Ook in de Staten goed is gaan scoren. Ook de Europese verkiezingen hebben we gewonnen. Dus het niveau waar nu onze Tweede Kamerfractie weer op is, dat niveau is er eigenlijk al als je het omrekent in kamerzetels. Het is weer bijgetrokken. Op de andere gremia. Ja. Dus het is wel een structurele verbetering al van het CDA. Het is niet een eenmalige uitschieter. Nee, 8 jaar heeft het bij het CDA geduurd. Gaat dat bij de Partij van de Arbeid ook zo'n tijd? Nou, je moet je er gewoon voor uittrekken. Kijk, mevrouw Marijn heeft wel gelijk over al die cijfertjes. Maar alle partijen zullen de komende 10 jaar voortdurend, in Amsterdam zeggen we dat nog wat grover, maar laten we maar beperken, tot voor hun bek krijgen. Ja. Dus het is prachtig hoor, dat herstel in 8 jaar in de oppositie en terug naar de wortels. Ja. En nu moet je dus je handen vuil maken, want het is compromissen sluiten in Nederland. En dan zegt partijvoorzitter Kolen, nu gaan we snel de partij vernieuwen. En daarvoor gaan we meer mensen bij het partijwerk betrekken. Jeltje van Nieuwenhoofd, je lacht al meteen. Dat is niet de vernieuwing? Nee, ik zou zeggen, neem je tijd. Neem je tijd. Je ligt op je rug. En even snel dat corrigeren. Is een onderschatting van wat er in Nederland is gebeurd. En als je je tijd niet neemt en niet eerst eens even heel diep analyseert wat er aan de hand is. En de verwarring eerst nog meer toelaat slaan. En de inconsistenties en die verschillen. Die Partij van de Arbeid, net als CDA, dat zijn verschillende stromingen en scholen. En als je die tijd niet neemt, dan is het een dun laagje glans. En hangt het daarbij ook nog af van de mensen, het nieuwe verse bloed wat je in laat stromen? Pronk nu bijvoorbeeld, die dus zegt ik maak plaats voor een nieuwe lichting. Nou, dat had hij eigenlijk 4 jaar geleden al moeten zeggen. Hoe goed die man ook is. Ja, dat is een fenomeen, maar die had al 4 jaar geleden moeten zeggen, er moet een jonger iemand minister worden. Dat in de eerste plaats. Dus dat is echt nu hard tijd en daar ben ik niet van onder de indruk zoals mevrouw Den Uyl zegt. Vervolgens overigens komt er een, mevrouw Nel is een interessante vrouw, maar er komt niet echt een jong iemand voor in de plaats. Hadden ze kunnen afspreken, sla even over en dan komt bijvoorbeeld de Pla erin. Of... Dus ja, natuurlijk, mensen zijn altijd belangrijk. Belangrijker dan ooit. Ja. Maar in zo'n herstel, wat er nog lang niet is, gaat het om. Wat hebben we verkeerd gedaan? Dat gaat terug voor jaren. Dat is een hele geschiedenis. Zoals het CDA een paternalistische partij is en zal blijven, is de PvdA dat ook. Dat schaf je nooit af. Ja. Dat is vandaag alweer begonnen. Dat zie je ook. Want dat hoort bij politici. Politici zijn paternalisten. En als ze zeggen, nou, ik was dinsdag een paternalist en donderdag ben ik het niet meer. Dat ziet degene die mij vanavond hier naar de studio rijdt. Die heeft dus gestemd op Lijst Fortuin. Die hoort vandaag al op het nieuws dat Lijst Fortuin eerst een toelatingsexamen moet afleggen vooraf bij het CDA. Dat is eigenlijk wat mevrouw Maai ook daarnet zei. Hè? Een preambule moet er komen. Nou, dan begint het alweer. Het is niet een kwestie van toelatingsexamen. Ik zeg wel, als je met partijen gaat samenwerken die ook een aantal elementen in hun programma hebben, als ik althans het boek van Fortuin als programma moet beschouwen, waarvan je zegt van, ja, daar kunnen we echt niet achter staan. Dan is het heel belangrijk dat je dat soort dingen heel goed vastlegt. Ja. En dat je zegt maar van, zegt maar Felix Rottenberg noemt dat je dus zegt, een toelatingsexamen. Als er een regering komt onder leiding van een christendemocratische premier, dan zijn dit de grenzen waar de christendemocratie, die de christendemocratie stelt. Dat is toch wel echt heel raar, hè? Dat vind ik helemaal niet raar. Ik vind, je mag best je grenzen stellen. Je moet zelfs je grenzen stellen. Je moet altijd je grenzen stellen. Ja. Maar op welk moment? Er is een partij, of u dat leuk vindt of niet, die in één klap, ongekend voor de Nederlandse geschiedenis, 26 zetels hebben. Dan komt er een informateur, dat mag een CDA zijn, want u bent de baas of de leidende factor. En die zoekt dat uit. Dan ga je toch niet zeggen, nou, we willen eens even de voetnoten van Fortuin bestuderen en dan kijken we of we verder gaan. Ik denk, als u dat echt op die manier zegt zoals nu, dan begin je nu al met niet rekening houden met wat de klimaatomslag in Nederland is. En dat moet je zo interpreteren. Je moet dus ruimhartig zijn naar Lijst Fortuin. En je kan vervolgens op concrete punten het niet met ze eens worden. Maar dat blijkt dan in de formatie, omdat ze plotseling zeggen, Nederland moet een groot hek krijgen, er mag geen vluchteling meer in. Dat gaan ze helemaal niet doen. Nou, ik ben het niet met u eens. Ik denk dat een partij als het CDA, die de grootste is en die dus ook de belangrijkste verantwoordelijkheid draagt voor deze regering, en zo heeft Jan-Peter Balkenende het ook uitgedrukt, duidelijk kan zeggen van, dit zijn onze normen en waarden, dit zijn onze principes. We kunnen samenwerken met anderen. Het is een kwestie van geven en nemen in een kabinet. Van welke kunnen dan ook? Van welke kunnen dan ook? Maar over deze grens gaan we niet. En ik heb bijvoorbeeld genoemd artikel 1 van de grondwet. Er is geen gedachte aan dat je over dat soort grenzen heen gaat. Overigens, ik ga ervan uit dat alle Kamerleden daar de eet op zullen afleggen. Maar nog één ding. Dat vind ik toch raar. Het CDA heeft gewonnen. Ja. En Royaal ook. Dus je moet ze alle ruimte en kans geven. Maar tijdens de hele campagne is dit door Balkenende niet gezegd. Ik heb uitvoerig gekeken naar een debat bij Andries Knevel. Dat was een debat tussen Fortuin en Balkenende, waarbij Fortuin nog zei, maar Jean-Pierre, Jean-Pierre, dat waren vrienden. Daar is door Balkenende geen moment gezegd, als jij straks
flink end opschiet, dan moet jij eerst eventjes nog een tentamentje bij mij afleggen. Dat heeft hele, u dus niet gezegd. Ik denk dat je een belangrijke vergissing maakt. Ik geef u kans voor één reactie, daarna gaan we kijken naar de lijst. Ik denk dat je een hele belangrijke vergissing maakt. Jan-Peter Balkenende heeft Fortuyn steeds inhoudelijk bestreden. Hij heeft hem nooit op de persoon aangevallen. En dat gaf ook de ruimte om geen onprettige verhoudingen te creëren. Maar hij heeft hem wel degelijk behoorlijk gecritiseerd. Denkt u ook maar aan de uitdrukking van de heer Fortuyn over een achterlijke islamitische godsdienst. Ook dat is door de heer Balkenende onmiddellijk afgestopt en gezegd van zoiets kunnen wij niet accepteren. Ik breek de discussie nu even af, want we gaan even kijken hoe het eigenlijk staat met de lijst Pim Fortuyn. We praten straks nog verder. De lijst Pim Fortuyn was de grote winnaar. Sinds vanmiddag heeft die lijst een nieuwe politiek leider. Dat is Matt Herben. Hij trad de afgelopen tijd al op als woordvoerder. Maar nu is hij dan ook echt de opvolger van Pim Fortuyn. En dus ook de hoeder van diens gedachtegoed. Herben maakte met zijn 25 collega's van die lijst vandaag voor het eerst hun opwachting in de Tweede Kamer. Een nieuw begin na een bizarre verkiezingsperiode. Verslaggevers Willem Lust en Menno de Galan waren daarbij. Alles was een beetje nieuw en een beetje onwennig vanochtend voor de nieuwe politieke macht in Den Haag. Dankjewel. Heb je goed geslapen? Ja, de spanning was eraf. Was het lekker? Ik ben nog een beetje opgewonden natuurlijk, maar... Nee, je doet heel goed. En volhouden, hè? Ja, we doen nog weer. Pardon, gaat u gewoon. De nieuwe Kamerleden van de lijst Pim Fortuyn. Het was wel een beetje een historisch moment. Er was hier nog nooit zo'n grote groep nieuwkomers van één partij. En het zal wennen zijn. In tegenstelling tot bijna iedereen in de fractie weet Matt Herben wel een beetje hoe het werkt in Den Haag. Hij weet zelfs hoe de microfoons werken. Bestuurssamenstelling. Als je hem aan wil, moet je deze gewoon indrukken en dan weer uit. Nou uit, hè. Herben is de nieuwe politieke ster. Omringd door camera's op zijn eerste dag in de Tweede Kamer. Ben je een beetje gelukkig, meneer Herben? Gelukkig. Een plotselinge machtsfactor, politiek leider van de op één na grootste fractie in het parlement. Wie had dat gedacht? Majesteit moet van het toe en is het allemaal heel druk en het is ons allemaal een beetje nieuw. We hebben wat meegemaakt hoor, meneer Lust, de laatste weken. En ook ik loop nu nog op mijn laatste restjes energie. Het gekke is dat mensen zeggen morgen gaat het werk beginnen. Ja, maar naar wat wij meegemaakt hebben de laatste maanden... En zeker de laatste week is een kabinetsformatie. Ja, dat zien we wel. Daar lig ik niet wakker van. Dat kan nooit erger zijn dan het verliezen van een lijsttrekker. Het is een betrouwbare partij. Het is een degelijke partij. Het is een partij die ons nooit heeft laten vallen. Ik kan niet lachen. De trap achter je, daar zou Pim van afkomen. Je moet bij RTL komen. Je hebt hier een afgezet. Matt Herben past niet helemaal in het gezelschap Lijst Fortuyn. Vol zelfmede ondernemers en medisch specialisten. Hij was ambtenaar, werkte bij de afdeling voorlichting van het ministerie van Defensie. Hij was hoofdredacteur van de tijdschriften die het ministerie uitgeeft. Hier is hij in Eritrea, toen premier Kok dat land vorig jaar bezocht. Een van de kenmerken van het volgende model. Het was een totale verrassing toen hij plotseling opdook op de lijst Pim Fortuyn. Hij werd woordvoerder van de partij, de man altijd één pas achter Pim Fortuyn. Maar ook toen al met een scherpe politieke positiebepaling. Je kent het bekende spreekwoord, als je jong bent en niet links, hè, dan heb je geen hart. Als je oud wordt en je bent niet links, dan heb, nee, je bent niet rechts, dan heb je geen hersens. Je bent nog links, dan heb je geen... Die doe ik even over. Als je jong bent en je bent niet links, dan heb je geen hersens. Nee, ik zeg het verkeerd, hè? Ik zeg het helemaal verkeerd. Jongens, dit wordt een leuke blooper, hè? Nee. Ik ben echt... Goed. Take 3. Als je jong bent en je bent niet links, dan heb je geen hart. Als je oud bent en je bent nog steeds links, dan heb je geen hersens. Perfect. Dus. Op naar de nul zetels. Toen Fortuyn werd vermoord, nam Herben de leiding van de LPF. Hij probeerde de crisis te bezweren na minder verstandige uitspraken van bestuursleden.
en hij probeerde verhalen over verdeeldheid te weerleggen. Onze leider is overleden, weet je. Al die leuke verhalen van machtsstrijd en een onzin die verder al in de media verschenen zijn. Dat was niet waar. Ach, absoluut niet. Oh. Echt absolute onzin. We hebben natuurlijk een gebrekkige organisatie gehad als start in de partij. Er is natuurlijk wel wat gebeurd met meneer Langedam en meneer Dorst. Ja, maar het zal jou in de koude kleren gaan zitten als je je beste vriend verliest. Maar de affaires hebben Herbe gesterkt, terwijl bestuursvoorzitter Langedam het verbitterd opgeeft. Ik ben niet afgetreden. Ik zal aftreden bij de eerstvolgende ledenvergadering. Dat is op 15 juni. U had bekendgemaakt dat u dan vandaag zou terugtreden? Nee, direct na de verkiezingen. Weet u, het probleem is heel veel mensen kunnen niet lezen. De verkiezing is vandaag, toch? Nee, dat is niet waar. De maand na de verkiezing is ook direct na de verkiezing. Hoe heeft u de verkiezingsavond beleefd? Nou, heel treurig. Hè? Ik vond het heel vervelend. Alleen maar vervelend of ook tevreden over dit aantal zetels? Nee, absoluut. Droevig was ik omdat de heer Fortuyn er niet bij had kunnen zijn. Vond ik heel vervelend. Waar was u? Thuis. Was gewoon thuis. Ja. Wat vond u van het resultaat van de PvdA? Ja, daar geef ik geen commentaar op. Ik wil wel nog even zeggen dat ik het toch heel erg vind. Ik heb in het interview in het Parool gezegd dat ik een aantal mensen mede verantwoordelijk hield voor het creëren van een sfeer waarop een idioot zou kunnen denken zoiets vreselijks te moeten kunnen doen. Dat heb ik gezegd. Ik heb dus nooit gezegd dat zij medeverantwoordelijk waren voor moord. En dat heeft de minister-president ervan gemaakt. Melkert, Rozemuller. Het is vreselijk om van zoiets beschuldigd te worden. Het was al helder dat Herbe de partij zou gaan leiden. Een andere kandidaat, João Varela, is te jong en onervaren. U staat tweede van de lijst? Ik sta weliswaar tweede op de lijst, maar ik word niet de nieuwe politieke leider. Waarom niet? Daar heb ik nog te weinig grijze haren voor. En kanshebber Winnie de Jong is overspannen. Mevrouw de Jong is nu nog ziek thuis. Ze zal met enkele dagen weer hersteld zijn. En ik verzoek u haar ook daar met rust te laten, zodat ze snel kan herstellen. Ook Matt Herbe zal Pim Fortuyn niet kunnen vervangen. Maar Herbe is nu, behalve een machtig politicus, ook de hoeder van de politieke erfenis van Pim Fortuyn. En voor zijn aanhang zijn de woorden van Fortuyn nu heilig. Heeft u op Fortuyn gestemd? Ja. Het is een beetje raar misschien om te stemmen op iemand die er niet meer is. Dan moet u luisteren. Het hele christendom is gebaseerd op het leven van een mens die er maar 32 jaar is geweest. En die nog steeds een volgeling. Het gaat om het gedachtegoed. En je stemt natuurlijk. Je hoopt dat deze partij zijn ideeën zal verwezenlijken. Daar gaat het om. Je bent op zich tevreden over de uitslag, maar al hadden wij nog meer zetels gehad, hadden we 30 zetels gehad, dan nog zou ik niet echt blij geweest zijn, want je mist gewoon Pim. En je weet gewoon, als Pim hier gestaan had in plaats van ik, als Pim die trap was afgekomen wat we gepland hadden, dan had het plein hier vol gestaan met duizenden Nederlanders. Dan hadden wij 45 zetels gehad. En dus door moordenaars hand is dat voorkomen. En dat blijft je achterna zitten, dat blijft je aan je knagen, daarom kun je niet echt blij zijn. Herben en zijn fractie werden vandaag ontvangen in een nerveuze sfeer in de Tweede Kamer, waar ongekend veel veiligheidsmensen waren, hekken en deuren op slot gingen en persvrije ruimtes werden ingesteld. Het was allemaal nieuw. Deze blijven even dicht. Het was anders dan de openheid die Fortuyn bepleitte. Hoor je hem nu over drie. Maar misschien kan het niet meer anders. Jongens. En in het midden een nieuwe leider die zich ook wel moet afvragen hoe hem dit zo heeft kunnen overkomen. Ik praat nog één keer door met Hanja Maaiweg en Felix Rottenberg. Een historische kwestie, nog nooit eerder vertoond. Een nieuwe partij in één klap met 26 zetels de Kamer in. Even afgezien van die historische betekenis, wat zijn we er concreet mee opgeschoten? In elk geval is het bed van de Nederlandse politiek grondig opgeschud. En komt er geweldig stuk verandering naar verwachting. Ik vind dit overigens een collage. Niet helemaal fair misschien hoor. Ik zeg dat maar. Ik denk dat heel veel mensen in het land zullen zeggen van hoe kan je nu al die lelijke stukken aan elkaar rijgen. En ja, dan krijg je natuurlijk een bepaald beeld van een partij. En deze partij, ik zal natuurlijk een aantal kinderziektes meemaken. Ik ben heel benieuwd waar ze uiteindelijk mee tevoorschijn komen. Met wat voor ideeën en denkbeelden. En je moet ze ook een faire kans geven. Er hebben toch heel veel mensen op gestemd.
Die mensen willen ook dat deze partij meedraait op het Binnenhof en misschien zelfs in een regering. Geef die partij een faire kans. Ze moeten hun programma laten zien. En ze moeten ook de goede kanten van zichzelf kunnen laten zien. Misschien is dat juist al heel erg belangrijk. Ja. Dat die goede kanten benadrukt worden en dat de minder goede kanten die in de afgelopen periode naar voren zijn gekomen, weg hebben. Wat minder. Felix Holtenberg, wat zijn we daarmee opgeschoten? Lijst Pim Fortuyn met 26 zetels nou, de Kamer dat is niet nogal wat. Dat is niet nogal wat. En de zwartkijkers die zien natuurlijk dat het een instabiele organisatie is. Want die hing rond één persoon. Maar ik blijf zeggen, dat onderschat ze niet. Ja. Ze zijn nu bek af. Als zij in staat zijn om die wat rare onderhandelingen zoals het er nu uitziet te doorstaan. Examentjes afleggen. En zij leveren hele sterke persoonlijkheden. Er wordt gesproken over Mickey Huibrechtse. Oud-topman van McKinsey. Ja? Doet niet toe waar. Ergens in het kabinet. Hij is een ontzettend ijdele man, maar dat is wel, een, zoals dat in het Engels heet, power player. Als Roel Pieper daar komt, dat is een aparte man, maar zeker een bekwame crisismanager. Twee van die mensen. En een van hun wat minder bekende helden op gezondheidszorg. Dan verschuift de aandacht of die mensen het redden, of die overeind blijven. Als dan Balkenende een bekwaam premier zou zijn. En vervolgens eigenlijk de agenda van Clinton en Blair gaat imiteren. Nou, dan kan dat kabinet voor de Partij van de Arbeid nog heel vervelend worden. Ja, dus alle opmerkingen die we vandaag en gisteren hebben gehoord van Bolkestein, van Tom de Graaf, Jan Pronk ook vandaag, die een beetje makkelijk zeiden, ach, volgend jaar hebben we wel weer verkiezingen. Dat vind ik dus eerst zeggen, de kiezers hebben altijd gelijk. Nu is die uitspraak er. Verliezers zwijgen minstens 4-5 maanden. Algemene beschouwing, kabinet, et cetera. En dan komen er fouten. En natuurlijk maakt zo'n kabinet fouten. Die gaan allemaal fouten maken. Dan breekt langzaam dat beeld af. Ja. Maar waarom zou dat na een jaar vallen? Ik vind dat zo'n koffiedik kijken. En het hoort niet bij het spel van verkiezingen. Je verliest, je wint. De verliezers die moeten even wachten en achteroverleunen. En misschien moeten al die politici daar ook maar eens aan wennen. Ja, nee, goed. Maar kijk, de keerzijde is. Melkert heeft gedaan wat Jospin heeft gedaan. Afgetreden, meteen, open en duidelijk. En zo hoort het. Goed. Mevrouw Meij, laatste woord. Nou, ik denk dat inderdaad nieuwe politiek een verre kans moet krijgen. Er zijn veel nieuwe gezichten op het Binnenhof. Het bed is opgeschud. Geef de partijen de mogelijkheid om een goede coalitie te maken. En geef ook de partijen de kracht om te zorgen dat dit land goed bestuurd wordt. Met een stabiel, een degelijk en een solide bestuur. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dank u wel, allebei. Gaan we naar België, want in Vlaanderen is met ingehouden adem meegekeken naar de verkiezingen van gisteren. De politiek in Nederland zal nooit meer zijn zoals voorheen, concludeerde de Vlaamse vice-minister-president Stevaart. Anderen typeerden het als een aardverschuiving of als afstraffing en opdoffer voor de gevestigde politiek. Maar tegelijkertijd is er in België de angst dat wat in Nederland gebeurde ook hen te wachten staat. Kijkt u naar een reportage van Tonko Dop. En ik ben buitengewoon gemotiveerd om samen met u die verantwoordelijkheid op ons te nemen. Ik weet dat er ook partijen zijn, vanavond veel partijen, die teleurstelling kennen. Hij komt wel over als een gedreven man. En wat vonden de buren er eigenlijk van? Goh, ja, verbijstering natuurlijk, hè, op de eerste plaats. Daar waar redelijk wat mensen hier een beetje leedvermaak hadden toen het bij jullie al wat fout begon te lopen, is dat nu helemaal weg. We vroegen het drie Vlaamse politici, van links tot christendemocraat. Een oud-premier, een minister en een wethouder. Fortuyn heeft natuurlijk een enorme opening gemaakt, de Nederlandse politiek, en veel commotie veroorzaakt. Hij heeft dus een opening gemaakt. Gelukkig is die opgevuld door een, wat ik zou willen noemen, een zekere partij. Jan-Peter Balkenende maakt van een partij met volgens mij heel weinig uitstraling en op een half jaar tijd toch de winnaar, CDA. Denk ik omwille van zijn figuur alleen, niet omwille van het feit wat die partij gedaan heeft. De PvdA verliest immens, veel te veel, wordt afgestraft. Niet omdat ze een slecht beleid heeft gevoerd, maar omwille van het feit dat ze een te materialistisch beleid heeft gevoerd, volgens mij. Een te paars. Ik denk dat ze weinig wervend zijn geweest. Ze hebben
niet echt, vind ik dan zelf, een duidelijk project voorgesteld. Misschien was het er wel, maar de communicatie was bar slecht. Het taalgebruik van die politici staat mijlenver af van dat van de mensen die ervoor moeten gaan stemmen. Dus de helft van de mensen begreep misschien ook gewoonweg niet wat er aan het gebeuren was. En de kloof die daardoor gecreëerd werd, is in de hand gewerkt door politici zelf. En dan merk ik dat bijvoorbeeld als op 1 mei een debat wordt georganiseerd waar Kok en Melkert aanwezig zijn, dan is het eerste wat zij doen naar de foyer lopen van die zaal, zodat zij niet in het publiek zouden moeten plaatsnemen op 1 mei als sociaaldemocraten. Dan denk ik, je vraagt erom dat de mensen zich onbegrepen voelen en ver van jou komen te staan. Het tweede perskabinet in Nederland is een succesverhaal, zonder enige twijfel. Een succesverhaal op gebied van het materiële. Buiten gezondheidszorg, buiten waar mensen omgeven, de warme aspecten in een beleid, cultuur, gezondheidszorg. Het is een cool kabinet en ik denk dat mensen dat beu zijn. Ik denk dat mensen echt wel willen dat de politiek iets van hen is. Dat de politiek rekening houdt met de mensen en niet betuttelend. Er ging nogal wat arrogantie uit van dat kabinet. Dikke nekken, zeggen jullie, hè? Wij zeggen dikke nekken, ja. Ja, inderdaad. En grijze mussen. Spijtig genoeg, heel veel grijze mussen. Bedweters. Men wist het allemaal zoveel beter. Met het vingertje naar de bevolking toestaan. Met welke Nederlandse politicus heeft u nu medelijden? Met Alt Melkert. Uitermate intelligent, zeer gedreven. Ik denk een zeer oprecht politicus. Hij heeft natuurlijk weinig charisma. Kok had dat veel meer, denk ik. Althans, het is een zeer gedegen politicus, maar hij heeft natuurlijk gefaald. Ik bedoel, zijn presentie, en wij volgen dat iedere dag ook, hè, bij ons in Vlaanderen, was natuurlijk van een andere aard dan die van Kok of van de voorgangers van Kok, zoals Ruud Lubbers. Maar dus, ik vind het dramatisch dat zo'n politiek talent eigenlijk op enkele maanden tijd is verdaan. Met welke Nederlandse politicus heeft u het meeste medelijden? Dat is een moeilijke vraag, maar er zijn er nogal wat. Dus het meeste, ik denk Ad Melkert, ja. Met Kok heel duidelijk, ja. Want die heeft toch wel, denk ik, Nederland op vele vlakken goed bestuurd. Ook een aantal dingen niet kunnen aanpakken. Ik denk aan ziekenzorg, ik denk aan de problemen in het onderwijs. Maar toch ook heel veel dingen echt goed gedaan. En nu lijkt het wel alsof die man er niks van heeft terechtgebracht. En ja, en de nederlaag wordt dan ook aan hem toegeschreven. Ik vind het helemaal niet terecht. Maar ik denk wel dat hij niet opzij had moeten stappen voor deze verkiezingen. Dat hij zelf nog de lijst had moeten trekken. En dat hij daarna de fakkel had moeten doorgeven aan Melkert of een ander politieker. Dat denk ik wel. In een aantal maanden heeft het CDA getoond wat de vitaliteit is van de christendemocratie. Dan Peter Balkenende, die is een partij. Hij begint nu pas campagne te voeren. Wat zou deze uitslag voor de Belgische politiek kunnen betekenen? Ik hoop dat men hier ook hieruit lessen trekt. Niet alleen hieruit, ook uit de Franse verkiezingen. Maar ook uit deze verkiezingen hoop ik dat men lessen trekt en dat men inziet dat we een heel positief project moeten gaan ontwikkelen met de bevolking, in de arbeiderswijken, in de sociale wijken, bij die mensen die het moeilijker hebben, om die niet over te laten aan de mooipraters van extreem rechts. Of, ik ga niet zeggen dat Fortuyn, voor mij is Fortuyn geen mooiprater van extreem rechts, dat ga ik niet beweren, maar bij ons zou het Vlaams Blok zijn en dat is nog een pak erger, hoor. Ja, de schok is bij ons een tijdje geleden gekomen toen wij dachten van dit is toch niet Nederland. Hier werd het poldermodel de hele tijd gehyped en wij moesten vooral een voorbeeld nemen aan Nederland. En D66 bijvoorbeeld is het voorbeeld geweest van redelijk wat politieke stromingen die zijn ontstaan. Kijk eens, wij worden ook links-liberaal. Dat is van alles wat. Wij willen dat ook zijn. Ja, en dan merk je natuurlijk dat het helemaal de mist in gaat bij jullie. En dan stellen die mensen zich hier wellicht ook de vraag van oeps, wat betekent dat voor ons? Dus ja, het is heel verbazend.
verbazingwekkend wat daar allemaal gebeurt. En het is moeilijk om dat helemaal te transponeren naar hier. Maar ik denk dat velen zich nu ongerust maken voor de verkiezingen bij ons volgend jaar. België. Volgend jaar juni gaan ze daar weer naar de stembus. Dit was het dan voor vanavond. Ik wijs u tot slot nog even op onze actuele website nederlandkiest.nl. Daar vindt u het laatste nieuws en achtergronden. Morgen zijn wij er weer met weer een nieuwe Nova. Graag tot morgen. Goedenavond.